Je vraagt me wat ik tot nog toe geleerd heb in het leven. Dat is behoorlijk wat. Een van de dingen is dat ik in dit stadium van mijn leven besef dat de tijd die achter me ligt langer is dan de tijd die voor me ligt. En dat de tijd die voor me ligt langer lijkt dan de tijd die achter me ligt. En daarmee is de fantasie dus troostrijker dan de realiteit. En dat lijkt me de essentie van de kunst. Dus ik kan maar even voort.